Welkom bij Aardrijkskunde. Hoofdstuk 7: Natuurrampen in Japan. Japan is naast de Verenigde Staten en veel landen in Europa een van de rijkste landen in de wereld. Alleen de natuur heeft hierbij niet echt een handje geholpen. Japan wordt geteisterd door veel natuurrampen. Wat is een natuurramp eigenlijk? Heel erg simpel, een ramp die wordt veroorzaakt door de natuur. Paragraaf 1. Japan, land in de ring van vuur. Het lesdoel van paragraaf 1 is: de ligging van de ring van vuur en de gevolgen voor Japan kunnen beschrijven, dus dat je dat kan uitleggen. Platentectoniek, aardbevingen en vulkanisme in Japan en rond de ring van vuur kunnen beschrijven en verklaren. Dit is heel kort de samenvatting over paragraaf 1. We gaan eerst de opbouw van de aarde bekijken. Naar de binnenkant van de aarde, dat is ongeveer 6400 kilometer. Die binnenkant bestaat uit een kern en dat is een soort natuurlijke kernreactor die heel veel warmte produceert. Binnen in de aarde is het wel 5500 graden Celsius. Die warmte wordt naar de buitenkant toe uitgestraald. En want hij moet wel zijn warmte kwijt kunnen. De aarde bestaat uit een aantal onderdelen. 1. De binnenkern. Dat is vast materiaal. Hier gebeuren allerlei kernreacties wat warmte produceert. Dit verwarmt de buitenkern. Gedeelte 2. Deze is vloeibaar. En deze verwarmt dan weer de mantel, dat is de volgende laag, nummer 3. De mantel bestaat uit vast gesteente, maar door de hoge temperaturen en het hoge druk is het gesteente heel erg langzaam in beweging. Denk maar eens als je water opzet en het water gaat koken, dan gaat het water ook heel erg bewegen en borrelen. En dat doet het vaste gesteente in de mantel ook, alleen wat met een wat langzamere snelheid. De buitenkant van de aarde is een heel erg dun korstje. Het harde gesteente waar wij eigenlijk op wonen. En onder dat korstje is nog een laag dat bestaat uit vloeibaar gesteente, gesmolten gesteente, magma. Doordat de mantel langzaam beweegt, ontstaat er druk in het buitenste dunne korstje van de aarde. Hierdoor ontstaan hierin allerlei breuken en daardoor ontstaan er allerlei platen. Een ander woord voor plaat is schol. Nou, hier zie je de hoeveelheid platen op aarde. Wij wonen in Nederland op de Eurasiatische plaat, je hebt de Afrikaanse plaat, de Amerikaanse plaat en nog heel veel kleinere platen. En die leiden, dat zijn dan de breuken in de aardkorst. Nou, deze platen bewegen heel erg langzaam doordat er van onderaf tegenaan geduwd wordt door de bewegende mantel. En die bewegingen kunnen op drie manieren plaatsvinden. Of de aardplaten schuiven uit elkaar, dan krijg je een split. Of de aardplaten schuiven langs elkaar tegenovergesteld. Of de aardplaten botsen tegen elkaar. Dit wordt ook in B68 van het basisboek beschreven. De woorden divergentie, convergentie hoeven jullie niet te weten. Als een aardplaat dus uit elkaar schuift, dat gebeurt bijna altijd onder de oceaan, dan ontstaat er een spleet. Deze spleet wordt dan meteen opgevuld door het hete magma wat dan omhoog kruipt. Het gevolg is dat deze plaat hierdoor eigenlijk aangroeit. Het is het begin van een stukje nieuwe plaat. En deze twee platen duwen elkaar dan van elkaar weg. Zo'n plaat, wat dan opzij wordt bewogen, botst op een gegeven moment ergens tegen een andere plaat aan. Dan krijg je dus een botsende beweging. We hebben eigenlijk twee soorten platen.
oceanische plaat, dat is een dunnere plaat, maar bestaat uit zwaar gesteente. Dat ontstaat dus door de spleet in de oceaan, dat de twee platen uit elkaar gaan. Daar komt het magma omhoog, het stolt tot koude water. En er is weer een stukje nieuwe oceaanplaat aangegroeid. En we hebben continentale platen, oftewel landplaten. Die zijn heel erg dik en die bestaan uit lichter gesteente. Als een oceaanplaat tegen een landplaat aanplots, een continentale plaat, dan gaat het zwaardere en dunnere oceaanplaat wordt dan naar beneden geduwd en de continentale landplaat die blijft gewoon op zijn plaats zitten. Dit proces heet subductie, maar daar kom ik dadelijk nog even op terug. In je basisboek B67 kan je er ook nog alles over lezen. Dus dat de aardkorst bestaat uit platen of schollen. En de barsten in de aardkorst, dat noem je dus breuken. En dit alles is langzaam in beweging door de krachten van onderaf. De beweging zijn vaak een aantal centimeters per jaar. Dit betekent dat al die aardplaten of aardschollen zich langzaam voortbewegen. Dus dat betekent dat alle continenten op een gegeven moment in de loop van de miljoenen jaren zich verplaatsen van hun positie. Bijvoorbeeld vroeger, toen ongeveer 250 miljoen jaar geleden, lagen alle continenten tegen elkaar. Op een gegeven moment ontstond een breuk en toen werd Amerika verplaatste zich ten opzichte van Europa en Afrika. Er ontstond een oceaan hier tussen. En deze beweging gaat nu nog steeds door. Elk jaar verplaatst Amerika, Noord- en Zuid-Amerika, ongeveer 2,5 centimeter per jaar van Europa en Afrika. En in de toekomst, al deze bewegingen gaan door, al die platen bewegen heel erg langzaam, zullen ze allemaal weer tegen elkaar aanbotsen en ontstaat er weer één groot continent. We gaan even naar animaties kijken van het bewegen van de platen. Hier zie je het ontstaan van een nieuwe oceaanplaat. Twee platen bewegen van elkaar weg. Je krijgt een spleet. Het hete magma komt omhoog. En hier ontstaat dus een nieuw gesteente. Het geboorte van een stukje nieuwe oceaanplaat. Deze platen bewegen naar links en naar rechts van elkaar weg. Hier zie je dat een ene plaat tegen een andere plaat aanbotst. Eigenlijk de situatie zoals het in Japan is. Daar komen we ook later op terug. De oceaanplaat die botst tegen een andere plaat aan. De zware oceaanplaat gaat naar beneden. En wat hier gebeurt, noemen we subductie. En dat ga ik zo meteen uitleggen. Hier zie je hoe twee platen dan langs elkaar bewegen. Hier zie je nog een keer het hele proces. Onder de oceaan zijn platen die bewegen uit elkaar. Je krijgt een spleet, magma komt omhoog. Hier ontstaat een klein bergje en hier wordt een nieuwe oceaanplaat geboren. In de loop van de jaren beweegt dat naar opzij. Op een gegeven moment botst deze oceaanplaat tegen een landplaat aan. De oceaanplaat die duikt naar beneden. Hier zie je een luchtfoto in Californië van de San Andreasbrug. Dit is een sinaasappelboomgaard. En wat je ziet, de bomen staan niet mooi op één lijn. Wat is er gebeurd? Hier hebben we de twee platen zijn langs elkaar gaan schuiven. En voor de aardbeving, voordat het zich ging verschuiven, stonden alle boompjes in een rij. En daarna zijn de platen langs van elkaar gaan bewegen en staan de boompjes niet meer in een rechte lijn. Even terug naar B67 van het platenboek. Dus al die platen bewegen omdat er breuken zijn, of uit elkaar of naar elkaar toe of langs elkaar. En het bewegen van al deze platen, aantal centimeters per jaar, noemen we dus platentektoniek. Nou, op de grens van al die breuken, B68, gebeurt er natuurlijk het een en ander. En daar komen we nog wat uitgebreider op terug.
of de ontstaande aardbevingen. Het is logisch als platen botsen dat er dan aardbevingen ontstaan. Of als platen langs elkaar schuiven ontstaat er ook een aardbeving. Of er kunnen vulkanen ontstaan, hè, omdat magma, vloeibaar magma, komt omhoog. En door botsende platen kunnen ook bergen ontstaan. Dus op de grens van waar de breuken zijn, daar gebeurt van alles. Daar heb je aardbevingen, daar kunnen vulkanen ontstaan en daar worden bergen omhoog geduwd. Dus dit gebeurt bijna altijd eigenlijk alleen op het grensgebied bij breuken. Midden op de plaat heb je minder last van aardbevingen of vulkanen, omdat daar de platen niet bewegen of het magma omhoog kan komen. Uitzonderingen daar gelaten, maar dat hoef je nu niet te weten. Ik had jullie nog beloofd om subductie uit te leggen. Onder de oceaan ontstaat oceaanplaat, omdat platen uit elkaar gaan. Dan krijg je een klein vulkaantje, een bergje. En de platen gaan opzij. Op een gegeven moment botst zo'n plaat tegen een landplaat aan, een continentale plaat. De oceaanplaat is dunner, maar bestaat uit zware gesteenten. Deze duikt naar beneden. En de landplaat die duikt niet naar beneden, die kreukelt hier alleen wat omhoog door de botsende beweging. Wat er gebeurt? De oceaanplaat die verdwijnt de diepte in, schuift heel langzaam centimeters per jaar naar de diepte. Je begrijpt wel, hier tussen die landplaat en oceaanplaat ontstaat heel veel wrijving. Het gaat schoksgewijs, bewegingen zijn langzaam. En als de spanning te groot wordt, dan schuift het weer even en dan heb je op dat moment een aardbeving. Wel nu, de oceaanplaat die naar beneden duikt, op een gegeven moment als het meer dan 100 kilometer in de diepte is ingegaan, dan wordt het zo heet dat dit vaste gesteente gaat smelten. Het wordt vloeibaar. Dan wordt het weer magma. Het magma is heet en kruipt door de spleten van de aarde omhoog. En uiteindelijk ontstaat daar dus een vulkaan. Dus waar een oceaanplaat tegen een landplaat aan botst, de oceaanplaat gaat de diepte in. Op een gegeven moment door de hitte gaat het gesteente smelten. Het magma komt toen kruipt langzaam omhoog. En zo ontstaat er dus een vulkaan. Dus dit ontstaat altijd in de buurt van breuken. Niet precies op de breuk, maar een stukje van de breuk af. Want deze plaat moet wel eerst naar beneden en dan gaan smelten. En dan pas komt het magma omhoog. Dus een vulkaan ontstaat in de buurt van een breuk. Niet op de breuk, maar in de buurt van een breuk. En dit proces noemen we subductie. Dat moeten jullie weten. S-U-B-D-U-C-T-I-E. Ik ga jullie weer iets nieuws uitleggen. De woordjes endogene en exogene processen, dat moeten jullie weten. Nou, het uiterlijk van de aardkorst wordt bepaald door de krachten die erop inwerken. We hebben gezien, van binnen is het heel erg heet. Het gesteente beweegt heel langzaam. Dat zorgt voor allerlei barsten. En dat zorgt ook voor dat de aardplaten langzaam bewegen. Van buitenaf zijn er ook krachten die op de aardkorst inwerken. Nou, die krachten van buitenaf noemen we exogene krachten. En de krachten van binnen, de hitte van de aarde, dat zijn de endogene krachten. De exogene krachten, de krachten van buitenaf, dan denken we aan de wind, aan de neerslag. En daar kom ik zo nog even op terug. Goed, de endogene krachten, de krachten van binnenuit, de hitte van de aarde, zorgt dus voor aardbevingen, omdat aardplaten langs elkaar schuiven, tegen elkaar aanbotsen. Dat geeft aardbevingen. Op de beide grens van de breuken ontstaan er vulkanen, dat heb ik net uitgelegd. Door de endogene krachten ontstaan er breuken en bij botsende platen wordt ook gesteente omhoog geduwd en dan krijg je gebergtevorming. De krachten van buitenaf, de exogene krachten, het wordt aangedreven door de zon, omdat de zon onze aarde verwarmt. Lucht komt in beweging, er ontstaat wind en daar komen we later op terug.
Goed, dit verhaal over de endogene en exogene krachten kunnen jullie teruglezen in B65. Dus endogene krachten, krachten van binnenuit door de hitte van de aarde. Exogene krachten, krachten van buitenaf door de zon veroorzaakt. Voordat we weer teruggaan naar Japan, ik moest dit gehele verhaal over de aarde eerst even vertellen. Gaan we nog even naar een animatie kijken hoe de aardplaten zich de afgelopen miljoenen jaren hebben bewogen over de aardbol. Goed, 200 miljoen jaar geleden zaten alle continenten aan elkaar, alle platen aan elkaar. Toen ontstond er een breuken, de platen braken op in stukjes. Amerika verwijderde zich van Afrika en Europa, de Atlantische Oceaan ontstond. Australië zat toen nog aan Antarctica vast. Dat kwam los. India zat aan Antarctica vast. Dat kwam ook los. India verplaatst zich omhoog. Australië verplaatst zich omhoog. En op een gegeven moment botst India tegen Azië aan. Australië komt op zijn huidige positie terecht. En de Atlantische Oceaan tussen Zuid- en Noord-Amerika, Europa en Afrika is groot gegroeid. In de toekomst blijven deze platen natuurlijk gewoon doorbewegen. Het proces stopt niet. Zoals je ziet, de Atlantische Oceaan wordt steeds groter. Wij komen steeds verder van Amerika af te liggen. Australië blijft ook omhoog kruipen. India blijft maar tegen Azië aan duwen. En op een gegeven moment komen alle continenten botsen dan weer tegen elkaar en krijgen we weer een nieuw groot continent. Goed, na deze hele grote inleiding gaan we weer terug naar Japan, natuurrampen in Japan. Nou nu, Japan bestaat uit 4 grote eilanden en vele kleine eilanden. Japan heeft ook veel relief, het is heel erg bergachtig. Langs de kust vinden we de wat vlakkere delen en je snapt al, daar wonen natuurlijk de mensen, want dat had je al eerder geleerd. Dus langs de kust waar het wat vlakker is, daar zijn de grote steden en daar wonen de meeste mensen van Japan. Japan is een modern en een rijk land met oude tradities, maar tegenover is Japan ook heel erg modern en loopt met heel veel dingen voorop in de techniek. Hier zie je een plaatje van dat de binnenlanden van Japan heel erg bergachtig is. Je komt daar dus niet veel huizen tegen, wel veel bos. En hier zie je dan een beroemde vulkaan in Japan met op de voorgrond een boom in de bloesem in het voorjaar. Dus Japan zijn dicht beboste eilanden met bergen. Een gedeelte van het oppervlak, een kwart, is wel goed bewoonbaar, dat is redelijk vlak. In Japan heb je elke dag aardschokken en soms zware aardbevingen en er zijn in Japan veel vulkanen. Dit noemen we dus natuurrampen, rampen door de natuur veroorzaakt. Ze geven vaak veel slachtoffers en schade. Nou, deze aardbevingen en vulkanen, zoals jullie hebben geleerd, heeft dus te maken met dat Japan in de buurt van een breuklijn ligt. En deze breuklijn noemen we wel de ring van vuur, want rondom de hele Pacifische Oceaan, de Stille Oceaan, is er één grote breuklijn van botsende platen. En dit noemen we de ring van vuur, want in de buurt van deze breuklijn ontstaan er vele vulkanen en daarom zeggen we ook wel eens, dit is de ring van vuur, het vuur als een vulkaan uitbarst. Dus goed onthouden, dit moeten jullie weten, de ring van vuur rond de grote oceaan met veel vulkanen.
Nou, de belangrijkste plaat in de ring van vuur, de grootste, is de Pacifische plaat. Die noemen we de Pacifische plaat. Daaromheen liggen een aantal andere platen. En dit liggen als ware als kussenstukjes in elkaar. En deze platen bewegen dus een paar centimeter per jaar. De platen van de ring van vuur bewegen vooral dus naar elkaar toe. De plaat van de grote oceaan, de Pacifische plaat, duikt weg onder andere platen. Zoals jullie hebben gezien, met subductie door de hitte smelt het gesteente en stijgt het magma op naar de aardoppervlakte en ontstaan er aardbevingen. Ook door de bewegingen van deze platen, een paar centimeter per jaar, krijg je heel veel wrijving, heel veel druk. Dat gaat schoksgewijs. Op een gegeven moment is de spanning van tegen elkaar duwen van platen of langs elkaar schuiven van platen zo groot geworden dat de spanning zich ontlaat en dan heb je op dat moment een aardbeving. Dus Rekenvuur, een gebied rond de grote oceaan waar veel vulkanen voorkomen. We hebben de grote Pacifische plaat met daaromheen andere platen. De platen bewegen dus naar elkaar toe. De Pacifische plaat schuift onder de Eurasiatische plaat. De Eurasiatische is een landplaat. Daar ligt continenten Europa en Azië op. Een gedeelte van deze landplaat staat wel onder water, een diepe zee. En hier ligt dan Japan, de eilanden van Japan. Hier vindt de subductieplaat, de Pacifische plaat, de oceaanplaat, die duikt naar beneden. Op een diepte van ongeveer 100 kilometer gaat het gesteente smelten. Het magma komt omhoog en er ontstaan dan allerlei vulkanen, wat dan ook weer eilanden worden. En dat zijn dus de eilanden van Japan. En je snapt ook deze beweging, deze duwende, botsende beweging. Zorgt ook voor wrijving en zorgt ook regelmatig voor aardbevingen. Japan heeft dus regelmatig last van aardbevingen. In 1923 was er een grote aardbeving bij de hoofdstad Tokio en 1995 bij de stad Kobe. In B69 van het basisboek kun je ook alles lezen over vulkanisme. Jullie moeten weten, vloeibaar gesteente wat in de aarde zit noemen we magma. En als het vloeibaar gesteente naar buiten is gekomen uit de vulkaan, dan daarna noemen we het lava. En dan gaat het daarna stollen en wordt het hard gesteente. Het uitstroomgat noemen we de krater. En dan, de vulkaan stoot dan ook een hele aswolk uit. Dus dit moeten jullie wel weten. De kraterpijp, de aswolk, als het... Wat is het verschil tussen lava en magma? Moet je ook weten. Magma is het vloeibaar gesteente als het nog in de aardkorst zit. En zodra het eruit is gekomen, dan noemen we het lava. Zoals ik net al zei, door botsing van platen ontstaan de aardbevingen. Japan heeft er ook heel erg last van. Hier zie je een heel stuk snelweg wat op pilaren is gebouwd. Dat is ingestort na een aardbeving. Platen bewegen met schokken, gaat heel erg langzaam, je krijgt een hele grote spanning. Op een gegeven moment komt de spanning zo groot en dan beweegt het ten opzichte van elkaar en ontstaan allerlei trillingen. En dan heb je dus een aardbeving. En de aardbevingen veroorzaken in Japan ook weer andere natuurrampen en dat zijn tsunamis. En daar gaat paragraaf 2 over, de Groot-Oost-Japanse ramp. Het lesdoel is... Het ontstaan van tsunamis, in dit geval bij Japan, dat moet je kunnen uitleggen. Hoe ontstaan tsunamis? Hier heb je een korte samenvatting van paragraaf 2 over tsunamis. Op de breuklijnen hebben we dus te maken met spanningen, spanningopbouw als platen tegen elkaar aanbotsen of langs elkaar schuiven. En je snappen als platen uit elkaar schuiven, dan heb je geen aardbeving. Dus alleen als ze langs elkaar schuiven of tegen elkaar aanbotsen. Nou, een aardbeving zorgt voor schokgolven. Op het punt waar de aardbeving ontstaat, noemen we het hypocentrum. Dat is vaak diep in de aardkorst. En die trillingen die komen dus naar de oppervlakte toe. En op het punt aan het oppervlak... Boven het hypocentrum, dat noemen we het epicentrum. Het epicentrum is dus waar de aardbeving het zwaarst is, of het punt vlak boven het hypocentrum. Dus hypocentrum in de aardkorst, epicentrum op
de aardkorst. De trillingen die een aardbeving ontstaat, kunnen we overal op de aarde meten met een apparaat, een zogenaamde seismograaf. Zodra de aardkorst gaat trillen, dan gaat de seismograaf uitslaan en wordt dat geregistreerd. Hoe groter de uitslag, hoe zwaarder de aardbeving is. Dus dit gebeurt door een pennetje wat dan heen en weer beweegt als er een aardbeving is. Aardbevingen worden weergegeven met de schaal van Richter. Dan kan je zien hoe zwaar een aardbeving is. Deze loopt van schaal 1 tot en met 9. 1 is heel erg licht en 9 is heel erg zwaar. In je basisboek B73 kan je nog eens een keer alles lezen over aardbevingen. Dus het diepste punt van de aardbeving in de aardkorst noemen we het hypocentrum. En het punt aan het aardoppervlak, dus recht daarboven, noemen we het epicentrum. In je basisboek B74 gaat over schaal van Richter. Daarmee meten we dus de zwaarte van een aardbeving. De mensen die dat doen, noemen we seismologen. Zo'n apparaat die de trillingen kan meten, noemen we een seismograaf. En het wordt weergegeven in de schaal van Richter. Ook in Groningen hebben we last van lichte aardbevingen, omdat daar gas uit de grond gehaald wordt. Dus daar ontstaan geen aardbevingen door. Dat Groningen in de buurt van een breuk ligt, want Groningen ligt, Nederland ligt heel ver uit de buurt van een breuk, maar dat ontstaat door gaswinning in Groningen. Met deze inleiding komen we nu eigenlijk zelf bij het onderwerp van deze paragraaf, de tsunami. Als een aardbeving op de bodem van de zee heeft plaatsgevonden, omdat daar breuken zijn, dan kan er een vloedgolf ontstaan, een tsunami. De meeste tsunamis ontstaan bij bevingen met een kracht van minstens 8. Daar gaan we het nu verder over hebben. Laten we eerst even naar een animatie kijken over een tsunami. Oké, op een breuklijn onder de zee ontstaat een aardbeving. Twee plaatsen botsen tegen elkaar. Laat ik hem wel even aanzetten. Ja, daar gaat hij. Twee platen botsen tegen elkaar. Geef me dat de spanning zo groot geworden. Er staat een aardbeving. De platen bewegen even. De ene plaat wordt ten opzichte van de andere even omhoog geduwd. Het water daarboven wordt dan ook omhoog geduwd. En dat is het begin van een tsunami. Er ontstaat een heel klein. Dus twee platen botsen tegen elkaar in de breuklijn onder de oceaan. De ene plaat wordt iets omhoog geduwd, het water wordt daarbij ook omhoog geduwd. Er ontstaat een heel klein golfje, niet zo erg hoog, maar is wel heel erg breed. Dit golfje verspreidt zich met een grote snelheid over de oceaan tot een snelheden van 900 km per uur. Pas als het golfje ergens tegen land aanbotst, wordt het afgeremd. Omdat breuklijnen meestal diep in de oceaan liggen, veroorzaakt het golfje wat met een hoge snelheid over de oceaan gaat, op dat moment nog absoluut geen schade. Schepen die daar varen merken er eigenlijk niks van dat er een klein golfje met een hoge snelheid voorbij schoot. Pas als dat golfje, dus het een hoog gekiepte water voor die zeebeving, ondiepere kust bereikt, dus waar de oceaanbodem omhoog komt, dan pas gaat het gevaarlijk worden. Want nu kan de energie van het golfje alleen nog maar omhoog, want hij mist nu de diepte. Wat er dan gebeurt als dat golfje met hoge snelheid om diep water nadert? Het water langs de kust en het strand wordt op dat moment daarna toegetrokken naar het kleine golfje. De hele strand valt even droog. Het kleine golfje gaat omhoog, wordt hoger, hoger, hoger. En zo ontstaat er een vloedgolf wat er over het land heen stroomt. Dus, mocht je ooit eens in een gebied voorkomen waar tsunamis kunnen voorkomen en je loopt langs de kust, langs het strand en je ziet ineens dat het water zich terugtrekt, dat een heel stuk gebied wat eerst zee is even droog komt te liggen, zorg dan dat je weg
Dus een tsunami is niet gevaarlijk als het golfje zich nog in diep water bevindt. Schepen merken er weinig van. Het wordt pas gevaarlijk als het golfje op een diepe kust komt. Want dan wordt de golf afgeremd. Het achterste gedeelte houdt de golfberg, van de golfberg het voorste stuk in. En hij komt omhoog en spoelt over land en veroorzaakt veel schade en vaak ook slachtoffers. Basisboek P76 vertelt jullie verder alles over tsunamis. Japan is een rijk land en dat heeft heel veel muren, tsunami-muren gebouwd, wat heel vaak de meeste tsunamis best wel kan tegenhouden. Dit kunnen natuurlijk alleen rijke landen doen die daar geld voor hebben. Arme landen hebben daar vaak geen geld voor. In maart 2011 was er een hele zware aardbeving, schaal van 8,9, schaal van Richter. Het hypocentrum lag zo 30 kilometer voor de Noordoostkust. Er is toen een hele grote tsunami ontstaan. Dat heeft voor heel veel schade en slachtoffers gezorgd. In dit gebouw kan je zien hoe hoog de golf was. Je ziet de onderste vier verdiepingen zijn helemaal vernietigd en de vijfde verdieping is nog intact gebleven. Dus het water is tot en met de vierde verdieping gekomen. En het water heeft veel schade veroorzaakt. Hier zie je dat een boot bovenop een huis neergezet is. Zo hoog was dus de tsunami die vele huizen heeft weggevaagd. Paragraaf 2 dus, de grote Oost-Japanse ramp. Dus een zeebeving is gewoon een onderzeese aardbeving. Die van 11 maart 2011 was een hele zware op de schaal van 8,9, op de schaal van Richter. Nou, een plaat onder de oceaan werd door de schok even iets opgetild. Door het optillen kwam de zee in beweging en ontstonden dus hoge golven langs de kust. Nou, wat ik al zei, een tsunami wordt pas gevaarlijk in ondiep water. De golf wordt afgeremd, het achterste deel houdt het voorste deel in. En de kracht is enorm als het over het land heen stroomt. Toen zijn er 15.800 doden in Japan gevallen en er zijn nog steeds heel veel vermisten. De materiële schade aan huizen en gebouwen en alles wat nog meer was gigantisch. Het is opgelopen in de honderden miljarden euro's. Het ook heel erg was in dit geval de kernreactor in Fukushima die ontplofte door de tsunami. En daar is heel veel radioactieve straling vrijgekomen wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Veel mensen moesten weg uit de omgeving en kunnen daar tot de dag van vandaag nog steeds niet wonen. Alle bewoners toen in de straal van 30 kilometer van deze kernreactor werd geëvacueerd. Maar zoals jullie weten, een kernreactor, daar wordt elektriciteit opgewekt. En bij de ontploffing kwam dus veel radioactiviteit vrij. Later, toen alles werd opgeruimd, heel veel bluswater is opgeslagen in tanks. Heel veel bluswater is per ongeluk in de zee terechtgekomen, wat natuurlijk ook niet goed is voor de natuur en want het zeewater verspreidt zich door stroming over de hele oceaan. En dat heeft ook nog heel veel schade aan de natuur en de dieren gegeven. Zoals ik ook al zei, een tsunami is een golfje, verspreidt zich met hoge snelheid over de oceaan met wel 900 km per uur. En je ziet dat na ongeveer tussen de 9 en de 12 uur bereikt het de kust van de Verenigde Staten, daarna de kust van Mexico. En na 21 uur was het de hele Stille Oceaan over en bereikt het de kust van Zuid-Amerika. Ik maak met jullie nu even een sprongetje naar aardrijkskundige werkwijzen. Dit moet jullie ook weten. B7 uit je basisboek wisselen van schaalniveau. En bij aardrijkskunde worden 5 schaalniveaus gebruikt. Lokaal, plaatselijk. Regionaal, bijvoorbeeld een hele provincie of een hele streek. Nationaal, een hele land. Continentaal, dan spreken we over een heel werelddeel. En mondiaal, dan hebben we het over de hele wereld. Zoals jullie al hebben geleerd, door in te zoomen of uit te zoomen, kan je van schaalniveau veranderen. Wel nu, als je eerst naar een wereldkaart kijkt en daarna naar de kaart van Japan, wat ben je dan aan het doen?
Ben je aan het inzoomen of aan het uitzoomen? Natuurlijk, je gaat dan inzoomen.